Journalist en schrijver Robin Wubbe uit Lent schreef onlangs een boek over rolstoeltennister Aniek van Koot, die goud won tijdens de Olympische Spelen. Aniek van Koot en Robin Wubbe waren zondagochtend te gast in het N1-programma Kom de Ruud. Het boek heet Paniek en gaat vooral over de innerlijke strijd van deze tennister uit Dinxperlo. Ontevreden met haar prestaties legt ze zichzelf een zware druk op. Twijfel je dan aan, aan jezelf, Aniek? Ja, op de baan, maar ook wel eens naast de baan. Ja, ik weet niet of het te maken heeft met zelfvertrouwen of een beetje chaos in mijn hoofd, maar ik kan heel goed voor andere mensen denken. Heb je dat ook gemerkt tijdens het hele proces om te komen tot dat boek? Ja. Hoe merkte je dat dan? Nou ja, er waren best momenten dat ze dingen aan mij vertelden. En dat ze dan zeiden, dat had ik echt niet moeten vertellen. Had ik dit wel moeten zeggen? Nou ja, ik ga er maar vanuit dat je er goed mee omgaat. Dus op dat moment hoor ik ook, als ik het aan het uitwerken ben, van, dit is een gevoelig punt. Ja. En dat is ook wel de reden waarom ik op een gegeven moment tegen Aniek heb gezegd, ik wil dat jij het boek gelezen hebt voordat het gedrukt gaat worden. Ja. Ik heb het boek zelf pas gelezen toen het verhaal echt af was. En ik zelf ook wel fijn. Je krijgt uit alle hoeken van allerlei reacties. Dus dat geeft de burger weer moed. Ja, welke moed geeft jou dan? Om toch open te zijn en eerlijk te zijn in je verhaal. Dat ik me er niet achter hoef te verschuilen. Maar dat ik het maar beter gewoon kan vertellen. Ja. Ja, tennis. Bij mij was het allemaal heel erg resultaatgericht. Als het niet goed was, dan was het ook echt niet goed. En dan was ik ook diep teleurgesteld. Maar als het goed was, dan was ik ook inderdaad heel erg euforisch. Maar daar moet ik toch mee uitkijken. Want het is beter om daar gewoon een constante tussenin te hebben. Een rustiger gevoel. En dat heb ik wel het afgelopen jaar gevonden, denk ik. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.